Daar waar er nog een beetje vrees is, je las je grond. Dat je groeit, ik geef je vandaag één garantie. Ik ga niet rusten totdat het laatste perceel dat afgepakt is, teruggegeven zal worden. En als we naar de rechter ervoor moeten gaan, dan gaan we naar de rechter. Maar we gaan het teruggeven. Helemaal. En daarvoor zijn wij hier allemaal. Okay. Dit is een trailer. Ja. En ook een trailer. Dit is een trailer. Dit is niks. A film moet draaien nu. Heeft de man over handelaar dan niet. Minister, you thank you all, minister. Aanvragen die jarenlang in behandeling zijn, worden niet behandeld. Maar gronden van bestaande mensen die op percelen wonen, worden ingepikt. Dat is in het algemeen. Dus dat mensen die 10, 20 jaar wachten op verlenging, toch? Dat die zaken niet behandeld worden, maar dat als iemand kan binnen 6 maanden, een jaar een grondbeschikking krijgen. President, hè? Ai. Oké. Okay. Wat afspraak dan je? Zonder afspraak, zo toen lang afspraak. Ik heb geen afspraak. Maar ik heb afspraak aan de president. Nou, maar dat is wel een probleem. De man tegen de grond aan afspraak. De man naakt de grond net niet. Traai is er even misschien wat je hebt in de leiding. Net niet bij Markie. Dat terwijl je wacht op overdracht, jaren geleden ingediend, plotseling was stichting grondvervoer waar je kon. En pakt je perceel af. Dat er allemaal is zitten papieren en de man. Nake, mijn luru. Bent u ook slachtoffer? Ja, ik ben ook slachtoffer. En daarom heb ik het initiatief genomen om dit aan te kaarten. Je wil lukken, het is nog geen behandeling, het is nog geen behandeling. Maar laat er hier dat trauma vinden, dat van een man is voor het. Allah de man, ja. Mijn erfpachtrecht zou in 2021 vervallen. Ik heb het in 2020 verlenging aangevraagd. En vorige week donderdag kreeg ik te horen dat mijn perceel reeds verdeeld is. En toen ben ik aan de bel gaan trekken. Verdeeld aan wie? Aan 4 stichtingen en 1 persoon. En ik heb uittreksels van de stichtingen, toch, aan wie het verdeeld is. 3 stichtingen zijn op naam van Matau Ajay. 1 stichting staat op Forsweek Rogana Marionella. Toch? Kijk, de naam zegt mij niet veel. Ik ga niemand beschuldigen. Maar als u ziet Forsweek, dan... En de andere is... de vrouw van Matau Ajay, dat is Santusha Ramsudit. Dat zijn de 5 organisaties of mensen die percelen een bereidsverklaring hadden gehad van mijn perceel. Die namen, hè, van die stichting. Dus daarom zijn dus het is gewoon iets bedenken. Ik gooi iets bedenken. Stichting. Stichting. Dridan. Ja. Stichting. It has been a pleasure. Stichting. Make money change life. Style. En stichting. Bipot 1C. Dat is echt snel een naam bedenken. Op kabinet hebben we de volgende beslissing genomen. En de president laat een paar dingen direct doen. Minister, deze dingen moeten onmiddellijk teruggedraaid worden. Meneer Gourdia staat daar zo. Hij kan zeggen, zijn perceel heeft hij teruggekregen. Teruggedraaid. Meneer Gourdia, zijn die bedrijfsverklaringen van die stichtingen ingetrokken? Jawel, ik heb... de minister heeft de beschikking gestuurd dat de percelen, de bereidsverklaringen intussen zijn ingetrokken. Alle andere percelen waar er nog een beetje juridisch bekeken wordt, want geven is makkelijk, maar intrekken gaat een beetje moeilijker, want die intrekkersgronden zijn genoemd. Daar heb ik als president beslist. En vandaag ga ik 12 presidentiële besluiten tekenen. Al die uitgiften van die gronden, die zullen met een presidentieel besluit opgeschort worden. Waardoor ze geen status meer gaan hebben. Zij die grijpsa. Dus zodra ze de president gaan intrekken, rennen ze om hypotheek te vestigen.
Ik heb een potentiële koper gehad die het perceel van meneer Gurdia zou kopen. We zijn bij hem gegaan. Baie snel, want presso ticking. Oh, trek je in. Ja, dit zijn roverspraktijken. Het zijn roverspraktijken die dit uithalen. Snel in wat stichting. Zeer snel. Pot hypotheek. Wanga money. En je laat de regering met het probleem zitten. Je laat het volk met het probleem zitten. Dat zijn geen oprechte mensen. Dat zijn geen Surinamers. En min ook bangatoren die zitten. Er komt een totale reorganisatie daar bij het ministerie van GBB. Een totale reorganisatie. Binnenkort gaat u merken. Alles zal moeten veranderen. Want ik heb ook de minister laten komen. De minister heeft gezegd, ja maar president, kijkt u, ik krijg deze rapporten. Wel, ik heb het hele dossier nodig. En alle rapporten die valselijk zijn opgemaakt door grondinspecteurs, die gaan naar de procureur-generaal. Laat ze daar ter verantwoording geroepen worden. En als ze de bak in moeten, laat ze de bak in gaan. Assan Sarino. Is al genoeg. En uiteraard zijn we ook politiek bezig om te kijken welke politieke consequenties nog zullen volgen. Dat ik aan Lieb Gimi. Dat ik aan Lieb Gimi. Jullie hebben mijn toon al gevolgd. Jullie hebben mijn boodschap al gevolgd. We gaan het niet meer accepteren. Dat Surinamers daar jaren wachten op een stukje grond. En dat men daar op een slinkse wijze hun gronden afpakt. We gaan vervoer niet goed praten. Maar stel je voor, je bent af van die potwa-stichting. En je zou eerlijk gaan bouwen. Dan nog zoiets aan Migado. Inderdaad, had die persoon nodig om te gaan bouwen. Laten we iets anders voor die andere man gaan zoeken. Nee, dat is het niet. Die intentie is voor McMoney. Grondroof. We wonen daar. We doen onze activiteiten daar. En dan kwam men met 3i die percelen terugnemen. Of onteigenen. Daarom, ik heb... Misschien moet ik een jurist vragen om een beter woord voor roven voor mij te zoeken. Maar helaas kan ik het nu alleen op roven houden. Ik kan niet anders betitelen dan grondroof. En dit kan niet langer getolereerd worden. U weet, wel, de duur van 40 jaar komt in deze periode komende 4-5 jaar te vervallen. En het is roof, grondroof, waarom ik dat zo betitel. Je zit gewoon in je huis te kijken hoe jouw eigendommen toegeëigend worden door derden. En dit kan niet langer getolereerd worden. Dus in dit specifiek geval gaat het niet alleen om de heer Soerin, omdat hij zijn perceel nu terug kan krijgen. Maar er zijn nog heel veel mensen, landbouwers, hardwerkende landbouwers, die kijken hoe hun eigendommen toegeëigend worden door derden. Daarom zijn rovers en askieren die op de loer staan van de 40 jaar aan verval, koos het indirect. Nee, dat kan niet meer. Dus wat is gaan gebeuren? Daarom moet er meer voorlichting komen. Dus de eerste gronden van grondhuur, die zijn 40 jaar geleden uitgegeven. En de eerste erfpachtgronden, die zijn 70 jaar geleden uitgegeven. Wat gebeurt er? Niemand zit thuis naar zijn grondpapieren te kijken. En die gronden, grondhuur van 40 jaar geleden, die vervallen nu. Die erfpachtdingen van de eerste dag van 7, die vervallen nu. Dus heel wat mensen weten het niet. Dat die zaken vervallen, of dat ze al vervallen zijn. Maar daar bij GBB is er een groep met een vergrootglas. Ze ailuku, ze verval en ze pakken af. Ik heb minister gevraagd, dit moet juridisch goed opgelost worden. En we hebben gisteren al oplossing gevonden. Vandaag gaat er een brief van de president naar de minister. Dat geen enkel perceel dat nu vervalt, of het nou erfpacht is of grondhuur, overgedragen mag worden aan personen buiten de groep van rechthebbenden. Want die rechthebbenden weten niet dat vervalt. Dus ik doe alles. Voor zorgen dat die veiligheidskleppen er zijn. Maar het mag niet zo zijn dat de president elke dag zoveel maatregelen moet treffen om het goed te laten gaan. Dus daarom hebben we gezegd, er moeten structurele maatregelen komen naar het ministerie van GBB. En volgt u die ontwikkeling de komende dagen. Daar waar er nog een beetje vrees is, je las je grond. Dat je grond tikkie. Ik geef je vandaag één garantie. Ik ga niet rusten totdat het laatste perceel dat afgepakt is, teruggegeven zal worden. En als we naar de rechter ervoor moeten gaan, dan gaan we naar de rechter. Maar we gaan het teruggeven. God bless you. Thank you.